Tim Peters, toen in september de grote man bij Scheveningen. Ook vandaag staat hij weer in de basiself van John Blok. Die toch wel wat geplaagd is door blessures, hoor. Onder andere Brouwer is er niet bij, Nieuwlaat is er niet bij. En ook Michael Ros kan niet beginnen aan deze wedstrijd. Eerste actie van de wedstrijd was van Sardar. Die miste nog wat scherpte. En dit is Scheveningen in de aanval. 3 punten scheiden beide ploegen slechts. En dus is het belang van deze wedstrijd aardig. Van Beuningen slecht wegwerken. En de voorzet die alleen door Olenski geraakt wordt. En daar had natuurlijk bijvoorbeeld zo iemand als Peters moeten staan. Aanval loopt door. Daar is de schiettent geopend. En De Jong krijgt hem er niet in van dichtbij. Hectiek in de defensie van Rijnsburgse boys. Winter. Met een mooie bal. Doorkoppen van Bochhoven op Danny van der Vijver. Oh, van der Vijver. Wat blijft hij kalm. En wat werkt hij? Die bal keurig naast Samir Beeldsnijder. Danny van der Vijver, hij vertrekt bij Rijnsburgse boys. Volgens de geruchten gaat hij naar Katwijk. En hier is hij nog belangrijk voor zijn ploeg Rijnsburgse boys. 10 minuten op de klok. 1-0 voor de ploeg van Nico Salé. Maar de tegenstoot van Scheveningen komt snel. En daar is Peters. Tjongejonge, wat gaat dat hard. Aldogan is de man van de voorzet. Peters komt aanzweven. En hij kopt hem snoeihard achter Van Nieuwkoop. Die hoort alleen maar zoef. En 1-1 op het scorebord. En dan zijn er 12 minuten gespeeld. En als het zo doorgaat, dan wordt het een hele aantrekkelijke middag met een telraam erbij, denk ik. Rijnsburgse boys met Sardar. Sardar, het is daar vol. Dit is Van der Vijver. Oh, wat ziet hij dit leep. Ja, Beeldsnijder staat iets te ver voor de goal. En Van der Vijver, hij legt hem klaar met rechts. En hij maakt dat af met links. Op subtiele wijze. 2-1 voor Rijnsburg. Wissel, vroeg. Freke naar de kant met migraineverschijnselen. En dat is vervelend als je moet voetballen. Raymond Kolder is zijn vervanger. Aldogan. Met de overtreding van Stroker. Nou, dat gebeurt allemaal over de achterlijn. Maar scheidsrechter Roeleveld wijst naar de stip. Oh! Natuurlijk de protesten van Rijnsburgse boys. Ja, overtreding is zowel buiten het 16 meter gebied als buiten het veld. Roeleveld even naar zijn assistent. Die schudt het hoofd. En Roeleveld herziet zijn eerste oordeel. Geen penalty. Het blijft 2-1. Met Scheveningen. En Peters. Oh, wat een kans. De voorzet was keurig, hoor, van linksback Ferry de Jong. Nou, zo blijft de wedstrijd leuk om naar te kijken. Als Sardar hier een mogelijkheid heeft. Dit moet de 3-1 zijn. Schiet een keer. Het duurt te lang. En daarmee geeft Sardar de Scheveningen defensie alle ruimte om die bal uiteindelijk weg te werken. Slordig teruggespeeld. Winter in de problemen. Peters, dit moet hem zijn. Oh. Onrustig. Wild. Onbehouden. Hij weet het zelf ook. Het blijft 2-1. Tweede helft. Sardar. Ook die heeft het geluk nog niet aan zijn zijde vanmiddag. Deze poging verdwijnt naast. Winter. Dit is een leep balletje op Van Bochhoven. Van Bochhoven met de kans. De bal gaat er niet in. Ja, er zit een scout voor Van Bochhoven op de tribune. Een scout van Dordrecht. En die ziet dat Van Bochhoven doel niet raakt. Aan de andere kant de vrije trap van Peters. Net naast de goal. En dan de wissel. De man met nummer 14 is Martijn Gootjes. Hij heeft bekendgemaakt te stoppen bij Rijnsburgse boys. En ook voor hem geldt het gerucht dat hij naar Katwijk gaat. Hier is hij aan de bal trouwens. Het kappen en het draaien en uiteindelijk de redding op de doellijn. Gootjes, de clubtopscorer alle tijden. Hij blijft staan op 103. Stroker. Nou, die heeft nog lucht. Met vallen en opstaan, hangen en wurgen.
En de voorzet op Schet. Schet mist, blijft 2-1. En man van de wedstrijd natuurlijk, Danny van der Vijver. Kan niet mooier eigenlijk vandaag. Zullen we het feest helemaal compleet maken? Mag ik je ook feliciteren met een nieuwe club, Katwijk? Nee, dat is nog niet, dat is nog niet rond. Ik ben nog niet rond met een nieuwe club, dus ik ben wel in onderhandelingen. Maar er is nog niks zeker. Wat is het stadium? Nou, halverwege denk ik. En zodra het rond is, dan horen jullie dat. Ik mag je ook feliciteren, een nieuwe club. Nou, dat trek je bij heel snel conclusies. Katwijk. Nou, nee hoor, ik heb gisteren aangegeven dat ik dat dit mijn laatste jaar is bij Rijnsburg. Nou, en dat ik heb aangegeven ook bij de mensen die ik daarover heb ingelegd dat ik wellicht nog hoop op een club die nog wat met mij zou willen. Dus eigenlijk nog wel graag wil doorvoetballen. Maar dat het mooi geweest is hier en dat is het nieuws wat ik gisteren heb gebracht. En dat is ook het nieuws wat er is.